500 pounds. That's fine, that's fine. Here we kijken. Hoe wij verder zitten. This is the real one or the... Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede zonnige morgen. Het is alweer een tijdje geleden dat we dit hebben gedaan, maar ik dacht, weet je, ik neem jullie gewoon weer eens mee. Wat doe ik nou allemaal in een dag? En zoals jullie kunnen zien, zoals jullie wellicht al hebben gezien in het begin van deze video, het is een hele bijzondere dag. We zijn namelijk op met 2 elektrische auto's. Ik neem jullie mee wat ik allemaal doe in een dag. We beginnen vroeg, het is momenteel 8 uur 's ochtends. En ja, we beginnen met de Skoda Enyaq Coupé IP RS. Vertellen voordat we ermee gaan rijden. Op Instagram heb ik jullie weer de mogelijkheid gegeven om een paar vragen te stellen. En er zaten een paar hele interessante tussen. Waaronder de vraag: wanneer, waar blijft jouw nieuwe auto? Zoals jullie natuurlijk weten, de RS4R staat te koop. De BMW M4 staat te koop. Waarom is er nog geen nieuwe auto? Nou, dat is eigenlijk heel erg simpel. Terwijl ik heel even mijn navigatie instel. Eigenlijk is dat heel erg simpel. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet gewoon niet wat ik wil kopen, jongen. Normaal heb ik de M4 nu ruim 1,5 jaar alweer. En het is nog steeds gewoon de auto die het eigenlijk voor mij doet. Ik weet gewoon niet wat ik wil. Het idee van een M4 is natuurlijk altijd geweest om een M4 GT4 te bouwen. Dat is er nog steeds, maar niet met deze auto. Dus de kans wanneer de M4 weggaat, wanneer de M4 is verkocht, dat er een M4 terugkomt, is zo goed als 99% zeker. Ja, dat is een bijzondere uitspraak. Maar ja, dat is. Ik weet eigenlijk gewoon niet wat ik wil. En daarom is er nog niks nieuws. En dan was er uiteraard de vraag: wat doe je allemaal in de dag? Hoe ziet jouw dag er nou uit? Nou, de meesten weten wel, YouTube is niet echt mijn core business. Zoals jullie waarschijnlijk ook wel hebben gemerkt. YouTube is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby voor mij. Ik mag een hoop gave dingen doen. En daar ben ik onwijs dankbaar voor. Maar YouTube is niet, slash nooit, en dat zal ook nooit worden, mijn core business. Ik heb een eigen bedrijf in social media. En dat is heel kleinschalig, maar ook heel grootschalig. We helpen kleine dealerorganisaties, kleine autobedrijven, lokale garagebedrijven. Maar ook op importeursniveau met het maken van content. Heel simpel, voorraadfoto's, tot aan heel hoog het commercial niveau. Dus ja, zo hebben we een heel divers leven, mogen heel veel gave dingen doen. En daarnaast heb ik natuurlijk ook een stukje social media wat ik voor bedrijven doe. Ik doe nu volgens mij tussen de 10 en de 15 autobedrijven helpen met social media. En dat is ook van heel simpel, tot heel groot. Dus dat is eigenlijk hetgene wat ik doe op een dag. Best mooi. En sommige elektrische auto's zijn ook gewoon best wel mooi. Denk ik persoonlijk dat dit heel eind komt, maar de neus, hoor. Ik vind het ook zo vet, dat licht gewoon aan de voorkant. Op het moment dat je er s'nachts zo'n tunnel rijdt, dat ze eerst gewoon heel die dikke vette grill zien. Ja, dat vind ik vet. En dan is er eentje die vond ik persoonlijk heel erg gaaf. En het was de vraag, heel erg uniek. Als je een samenstelling kon maken van 3 auto's, hoe zou dan jouw droomauto eruit zien? Ofwel, je mag 3 auto's pakken, die moet je in elkaar proppen en dat wordt 1 auto. Wat zou het worden? GT3 RS. En dan bedoel ik het exterieur. Vind ik persoonlijk alleen dat het motorblok eruit moet. Daar hangen we een atmosferische 10-cilinder in. Dus dan pakken we de motor van, denk ik, de Huracan STO. Dus we hebben een GT3 RS body, vorige generatie. Ik denk zelfs MK1, 991 MK1. 10 cilinder in, 5,2 groot, geen turbo's. We doen 3 stoelen erbij in plaats van 2. Dus we hebben zeg maar de 2 voorin. Dan doen we aan de achterkant doen we er nog eentje. Dus we pakken de stoelen van de McLaren F1. En dan hebben we dus een GT3 RS met 10 cilinder en 3 stoelen. Jongens, er komt net echt zulk onwijs mooi nieuws naar buiten. De M3 Touring is officieel. Het is echt waar. Het gaat er komen, de eerste M3 Touring van BMW. Kijk eens even
hoe onwijs vet dit is, joh. Dit is toch gewoon wat je wil. En ik denk oprecht dat Audi hier niet blij mee is. Dat Mercedes met de CSD hier niet blij mee gaat zijn. Want we krijgen dus een M3 Touring met X5, jongens. Holy shit, dit is echt mega vet. We zijn uiteraard ook nog benieuwd hoe die natuurlijk in de bocht ligt. Dus dat gaan we proberen. We hebben hier een mooie scherpe bocht. Het is altijd zo met een elektrische auto. Het klinkt allemaal zo spectaculair. Je hebt natuurlijk geen motorgeluid, maar omdat je dus natuurlijk geen motorgeluid hebt aan de buitenkant, is het enige wat je hoort is het geluid van die banden. En dat is echt gewoon, oh, dat doet zo pijn. Ik heb recent natuurlijk een video gemaakt over de Nürburgring. Dat was een oude Golf vol gas naar beneden. Er kwam gevlogen en dat klonk precies zo. Als je hard door een bocht gaat met een elektrische auto, dan is het enige wat je hoort natuurlijk bandengeluid. En als je dat iets sportiever doet, dan klinkt dat ook toch nog een soort van spectaculair. Zo jongens, en de Polo geeft hier om de dag mee af te sluiten. Dat was alweer auto nummer 5. Het is inmiddels 2 uur, dus lekker doorgaan. 8 uur begonnen natuurlijk. Nu is het tijd om deze terug te brengen en dan gaan we door naar Berkel. Want in Berkel moeten we natuurlijk weer de BMW terugbrengen. Dan is het tijd om te sporten. En dan, s'avonds, net wanneer je denkt dat het allemaal klaar is, is het tijd om alles te editen. Want aanstaande vrijdag ga ik naar Goodwood Festival Speed. Super vet. We hebben de kaart al 2 jaar. Eindelijk mogen we naartoe. Maar er moet wel een hoop werk gebeuren voordat we die kant op mogen. Is wel weer echt fantastisch weer, hè, de afgelopen tijd, jongens. Ik ben hier zo onwijs blij van. Productieve dag. Mooi weer. Helemaal super. Drie weken niet in deze auto gereden. Deze laten we hier nog staan. En wat meisje. En terwijl het hek bij BMW weer open gaat, jongens. Kijk eens wat hier al op het hoekje staat. Even eromheen, dan kan je hem wat beter zien. Kijk eens even. Dit is vet, hè. Deze kleur. Dit is gewoon de kleur. Dit is gewoon de kleur voor een M3. Super ding. Binnenkort hebben we de M4 en Performance. Met deze kleur ook. Super vet. Kan echt niet wachten om dat te gaan ervaren. Met uitlaten. En nu weer terug naar mijn eigen M4. Lekker. Ja jongens, ik weet wel dat er hier een hele mooie, lekkere tunnel staat. Het is mooi weer, de auto is lekker warm. Weer een stop, dus hoop herrie. Komt ie. 4. 3. Dit gaat echt nooit vervelen. Zeker als je dan net uit een elektrische auto komt, dan lijkt het alsof hij nog 8 keer harder is dan dat hij al was. Dit is echt fantastisch. Formule 1 stuur, die mogen je even vasthouden. Ja, komt hier. These guys first. They were waiting a little while ago. I'll come back to you, no worries. Oh wow. Yeah, I said I'd come back. Thank you. That'll be £500, please. That's fine. Here we kijken. Hoe onwijs vet is dit? This is the real one or this is a dummy version? So this is a replica. Replica. Because the price of a real steering wheel costs around. Sorry, let me just get back on the group. So, yeah, these are about 3.5k, so you can buy these online. All right. That one is £50,000. The real one is £50,000. Wow, really cheap. This is super fit. How many functions do they have on the steering wheel? 500. 500. It's 45 things you can directly change, but in total, because you can switch on and off sensors, yeah, there's multiple settings for each switch, it's over 500. And this is the clutch. Oh, this is the shifter, this is the clutch. Exactly. They only have one side for the clutch. We used to have two in the past. Yeah, I thought so. So one would be your bike, and the other one you would dump to get like
perfect release, and then you release the other one out. So you'd be like here, and then like dun, and you get almost the perfect launch. But all the cars just kind of went like that together. Yeah. Now, because it's all on one movement, there's more variability. Ah, that's it. All right, that's cool. Well, man. So they just have a pattern where they find the bike on it. Exactly. And then they just dump it. Fuck, so you find it, they... Tweede dag van Goodyear Festival Speed. Het is vandaag zondag. Het is knijterdruk. Ja, er rijdt een hoop mooi spektakel. Wij zijn nu onderweg naar de rally stage. Maar jongens, het is zo druk. Ik hoop dat ik een beetje kan filmen. Ik ga mijn best doen uiteraard. Maar wat een verschil met gisteren, man. Thank you.